Welkom bij dit online college. Ik wil beginnen met mij kort voor te stellen. Ik ben Frides van der Weijden, hoogleraar parodontologie aan het ACTA. Ik werk verder in de praktijk implantologie in Utrecht en de paropraktijk in Utrecht. Ik wil om te beginnen eens kijken naar de folder die de NVVP uitbrengt over mondhygiëne. Met een gezond gebit blijf je lachen. Daarin staat de basis voor een goede mondverzorging. Allereerst staat er dat je je tanden en kiezen 2 keer per dag moet poetsen met een fluoride tandpasta. Dat je ook tussen je tanden moet reinigen met een ragertje, een stoker of met tandzijde. Dat een poetsbeurt minimaal 2 minuten duurt, waarbij je aandachtig en zorgvuldig te werk gaat. En bezoek minstens 1 keer per jaar de tandarts of mondhygiënist. En die eerste zin eigenlijk een hele mooie zin voor dit verhaal. Poets je tanden en kiezen 2 keer per dag met een fluoride tandpasta. En ik wil me dan vooral op het laatste focussen. Als titel voor dit verhaal heb ik een beetje een analogie aan recent uitgekomen boeken gekozen voor een kleine geschiedenis van tandpasta. In het Engels, A Little History of Dentifrice. Je kunt je misschien afvragen, wat is nou dentifrice? Dat is een chic woord voor tandpasta in het Engels. En je zult, als je literatuur leest over tandpasta, dat woord regelmatig tegenkomen. Als je het opzoekt in het woordenboek, dan kan je dentifrice analyseren als dat er iets in staat over de tand en dat het iets te maken heeft met wrijven. En als voorbeelden wordt er gegeven tandpoeder, tandpasta of een tandenwas. Hoe ze dat precies zien, weet ik ook niet. Het is goed om te beseffen dat een patiënt als over zijn hele leven ongeveer 38 dagen aan tandenpoetsen is. Dus voor veel mensen is het best wel een issue. En het zal jullie ook overkomen dat je wel eens gevraagd wordt: welke tandpasta kan ik nou het beste gebruiken? Ik weet niet of jullie daar een antwoord zo op hebben. Meestal is het zo dat de tandarts of de mondhygiënist zegt: het maakt niet zoveel uit. Als er maar fluoride in zit. Nou, over dat laatste, daarin hoop ik dat aan het eind van dit online college jullie toch een andere visie erop hebben. Dus er is meer aan tandpasta dan alleen maar fluoride. Laten we eens de geschiedenis ingaan. Je kunt een heel en terug. 5000 jaar voor Christus werden er tandpoeders gemaakt die gemengd werden met een olie. De poeder bestond uit as en dan specifiek van de hoeven van een os die verbrand waren, uit eierschillen, uit pijmsteen en daardoorheen werd een essentiële olie mirre gemengd, waardoor je een beetje een papje kreeg. Ongeveer 500 jaar voor Christus, Hippocrates heeft ook een aardig recept. Hij zegt, je moet het verbrande hoofd van een haas nemen. Daar stop je dan de lichamen van 3 dode muizen bij. Waarvan 2 zonder de ingewanden. En dat meng je dan met lanolin, dat is ook een soort olie. Het lijkt me niet echt een hele frisse tandpasta om te gebruiken. Egyptenaren. Een poeder voor een wit en een perfect gebit. Je mengt 1 drachma en onderaan zie je een drachma is 1/100ste van een ounce. Zout, je mengt daardoorheen 2 drachma's mint. Dan nog 1 drachma irisbloem en dan maak je het een beetje pittig met wat peperkorrels en dat meng je dan allemaal goed door elkaar.
Maar tandpoeder, dus dat mengsel van al die verschillende ingrediënten, dat heeft eigenlijk heel lang bestaan. En ook als je nu zoekt op internet, zul je nog steeds tandpoeders tegenkomen. In 1829 besloot een tandarts, meneer Peabody, dat je er ook wel zeep aan zou kunnen toevoegen. Ik wil een heel klein uitstapje maken. Zeep is eigenlijk een detergent en in de meeste tandpasta's tegenwoordig zit natriumlauryl. Er kleven wel een paar bezwaren aan. Natriumlauryl geeft dat heerlijke schuimende gevoel van een tandpasta, maar er is ook een associatie met het voorkomen van aftes en met het loslaten van de oppervlakkige epiteellaag. Hier zie je dat dan histologisch. Je ziet de epiteelcellen die als een soort velletje of als een draad eraf komen. En je zult het vast wel eens bij je patiënt gezien hebben. Net voordat ze bij je op bezoek komen, hebben ze goed hun best gedaan met tandpasta. En daardoor heeft al een laagje epiteel losgelaten. En dat vind je dan als draden in de mond van de patiënt. Vandaar dat er de laatste tijd ook wel tandpasta's zijn zonder natriumlauryl. We hebben als groep daar een tweetal studies naar gedaan, allebei beschreven door Sonja Salzer. En de conclusie van beide studies is dat er geen significant verschil is als je gaat kijken naar het effect op plak en gingivitis tussen een tandpasta die SLS bevat of een SLS-vrije tandpasta. Het was wel zo dat de proefpersonen een schuimende tandpasta prefereren boven een niet schuimende tandpasta. Dus kennelijk vinden we dat gevoel heel prettig. Het geeft ons ook een schoon gevoel in onze mond. Maar even terug naar de geschiedenis van tandpasta. Dus aan de tandpoeder werd zeep toegevoegd. En later werd er ook kalk aan toegevoegd, krijt eigenlijk, krijt waarmee je dan de tanden kon polijsten. Hier zie je een foto van Washington Wentworth Sheffield. Die had ook een tandpasta gemaakt, wat in eerste instantie in een doosje zat, wat je hier ziet. Hij was de eerste die in 1892 tandpasta in een tube stopte. Dr. Sheffield's Cream Dentifrice. En hier zie je dan nog een keer extra aangegeven. Cream dentifrice, dat is iets waar ik ook aan het einde van dit verhaal op terug zal komen. Want het is niet zozeer tandpasta, maar een verzorgende crème wat we op ons gebit smeren met de tandenborstel. Een aantal jaren later komt de bekende fabrikant Colgate ook met een tube tandpasta op de markt. En dat is eigenlijk wat zich dan verder doorgezet heeft, waarbij die metalen tubes natuurlijk inmiddels vervangen zijn door plastic tubes. Wat aardig is om dit eerste deel van dit college mee af te sluiten, is een tandpasta waarbij ze actieve ingrediënten hadden toegevoegd. Het was een Duitse tandpasta, Doramet, en onderaan zie je dat ze daar radium aan toegevoegd hadden. En van radium, dat is een radioactieve stof, dacht men dat het genezende effecten had. Hier is een lijstje weergegeven van wat men verwachtte van Doramet, namelijk dat het de verdediging van tanden en tandvlees zou verbeteren. Deze vind ik zelf heel mooi, dat de cellen volgeladen werden met nieuwe energie, waardoor ze beter bestand zouden zijn tegen bacteriën. Nou, met dit soort claims, met natuurlijk andere actieve ingrediënten, vinden we ook tegenwoordig onze huidige moderne tandpasta's. En zie dit als een opmaat voor de rest van het college, waar we daar specifiek op in zullen gaan.